Hutrut. 4 seizoenen langs de Noorse kust. Hutruten is de naam van de oude postroute langs de Noorse kust, die sinds 1893 wordt uitgevoerd. Dagelijks, 365 dagen per jaar, begint een van de 11 Hutruten-schepen aan een zeereis richting het noorden. Vanuit Bergen naar Kirkenes en weer terug. Totaal meer dan 4700 kilometer lang. Een reis die in 12 dagen wordt afgelegd. Elke haven waar uw Hutruten-schip aanloopt, verlaat een passagiers het schip, wordt vracht ontladen en schepen nieuwe passagiers in voor hun reis met Hutruten. ...69 havens gedurende de volledige 12-daagse reis. De verzorging aan boord van de Hutruten-schepen is uitstekend en vrijwel altijd op basis van vol pension. Het ontbijt en de lunch worden in buffetvorm gehouden, terwijl het diner uit een 3-gangen-menu bestaat. De menukaart aan boord is afgestemd op het seizoen en bestaat uit streekgerechten die afkomstig zijn uit de streek waar u zich op dat moment bevindt. Vaart u bij de Lofoten, dan staat kabeljauw op het menu. En rendierenvlees volgt enkele dagen later langs de kust van Noord-Lapland. Het rijkelijk gevulde Noordkaap-buffet wordt gehouden op de avond nadat het schip voor de eerste maal deze reis de Noordkaap is gepasseerd. De lokaal gevangen king crab trekt op dit buffet vaak de meeste aandacht. Aan boord van de Hutruten-schepen zijn hutten te reserveren in verschillende categorieën. Binnenhutten, buitenhutten, mini-suites, suites en ruime grand- en eigenaarsuites. Op één hutsoort na hebben alle binnen- en buitenhutten een badkamer met douche en toilet. En verder een bed en bedsofa. Soms is er sprake van een bovenbed. Mini-suites en suites hebben veelal een tweepersoonsbed, een minibar en de ruimere suites beschikken over een lichtbad. Per schip verschilt de ligging van diverse hutsoorten, wat van invloed is op het tarief. Elk seizoen aan boord van Hutruten heeft zijn eigen charme. De zomer met de midzomernacht, de herfst met de bruisende kleuren, de winter met het noordenlicht en het ontwaken van de natuur in de lente.
zomer. Het seizoen van de middernachtzon. Hoogtepunten tijdens een Hutterhutterreis in het zomerseizoen is de vaart door de Geirangerfjord en de Trollfjord. Tijdens een reis met Hutterhutten is het mogelijk om deel te nemen aan tal van excursies. De ene wat meer adrenaline verhogend als de ander.
jaargetij met de bruisende kleuren en terugkerend noordenlicht. In september gaat aan boord van Hutterute het herfstseizoen in. De Geirangerfjord wordt verruild voor het even mooie Jørundfjord. Winter, het jaargetij om op jacht te gaan naar het noorderlicht. Is het mogelijk om deel te nemen aan excursies met thema Noorderlicht.
lente. Het seizoen waarin de Arctische natuur ontwaakt. Alle vier seizoenen van Hutterhütte zijn de moeite waard om de zeereis in te maken. Wat is uw favoriete seizoen?